Hoi, hier Margriet van bijmargriet.com. Ik wil jullie graag meenemen door mijn mini-albumpje wat ik gemaakt heb voor ons teamweekend van een paar weken geleden. Dit albumpje was bedoeld als workshop en heel veel dames hebben het ook gemaakt. En ik wil jullie graag samen met jullie doorheen bladeren. Ik zeg al vooraf, er is geen beschrijving van, die gaat er ook niet komen. Het was echt speciaal voor het teamweekend en exclusief bedoeld, zeg maar. Nou, het is een bijzonder albumpje geworden, al zeg ik het zelf. Ik ben er zelf erg tevreden over, vind het heel leuk. Het is eigenlijk een staand albumpje. Het hoort eigenlijk zo te staan. Maar, als je wilt, kun je hem ook zo neerleggen. Of zo neerzetten. Maar net wat je zelf leuk vindt. Maar de oorspronkelijke bedoeling was om het zo neer te zetten. En het kan ook niet, het blijft ook heel goed staan. Want ik heb een speciale sluiting aan de onderkant. En met een window sheet. Die heb ik hier tussen de voor- en de achterkant geplakt en in het midden gerild. Dus als ik hem dan zo naar binnen klap, dan blijft hij ook heel mooi stevig staan. Ik heb allerlei verschillende soorten merken papier en stempels gebruikt. Wat ik weet zal ik vertellen. Ik denk niet dat ik alles nog uit mijn hoofd weet wat ik gebruik heb, maar ik zal het proberen toe te lichten. Ik heb een stukje chipboard bekleed met designpapier. Dit designpapier is van de Action, maar al wel van een hele tijd geleden. Mijn teamgenootjes en ik zijn hier alle Actions in de omgeving van Eindhoven af geweest. Maar we konden het nergens meer vinden. Dus het is echt een oude collectie geweest. Het fototoestel, die is van Stamping Up. Die is nog wel verkrijgbaar. De Capture the Good. Fototoestel heb ik met een 3D'tje hier de sluiter, 3D'tje de sluiter opgeplakt. En de tag Remember is van een stempelset en bijpassende stans van Florilège Design. Dat is een Frans merk. De achterkant is ook designpapier uit diezelfde blok van de Action. En de sluiting, ja, die heeft mijn collega Demo in China besteld. Ik weet, vraag me niet hoe ze heten. Ik weet het niet. Dan zou je ook moeten googlen. Nou, het is een bijzondere sluiting. Ik ga hem openmaken. Ik hoop dat dat zo lukt tijdens het filmen. En dan ga ik de voorzijde van het album, die klap ik naar achteren. Zo. En die maak ik aan de achterzijde weer vast. Dan klik ik de ringetjes weer vast. Zo. Nou, dan kan ik het weer mooi neerzetten. Oh, hij schiet los, zie ik. Nou, als ze eenmaal vastzitten, blijven ze goed vastzitten, hoor. Nou, en hier, die window sheet die ik dus gerild heb in het midden, die klap ik nu de andere kant op. Zodat die ook zo goed blijft staan. Voilà. Leuk systeempje. Nou, ik ga hem zo neerleggen, dan kunnen jullie het beter zien. Als eerste heb ik een paar zwarte pomponnetjes. Heb ik een bekerstwijn doorheen gehaald met een dikke naald. En een klein knoopje ingelegd, zodat ze er niet af kunnen schieten. En dan is het eigenlijk een tagalbum geworden. Dus een albumpje met een heleboel verschillende maten en soorten labels. En uiteraard moeten er nog foto's in komen. Dat gaat vast nog een keer gebeuren. Deze tagstans is van Elizabeth Craft Design. Dit is een oude stans van Sissix, van Stamping Up. Nog zo'n hele dikke, zo'n dikke grijze. Stempeltje, meen ik dat die van Florilège Design is. Hier hebben we weer een tag van Elizabeth Craft met weer een los labeltje erin. Met een vakje, daar kun je van alles in doen. Nog een tagje en dan met fototoestel. Dit fototoestel is een oude stempel van Stamping Up. Superleuk, een mooie houten stempel. Die zal ik ook nooit wegdoen. Zomaar een los labeltje ertussen. Je kunt er van alles nog opplakken om te versieren. Een standje met Live, Travel, Scrap, Repeat. Nou, ik zou niet anders willen. Deze is van Elizabeth Craft. Een stempel, ik weet zo even niet van welk merk die is. Van een Frans merk in ieder geval. En hier heb ik een label bestempeld. Deze achtergrondstempel is, ik meen als ik me goed herinner, van Scrap Delight. En hier met een vellumzakje erin.
En dan weer een losse label. Bijna bij het einde. Dit is van die Sizzix Stans van Stamping Up. Een washi tapeje van Stamping Up. En dan op de achterzijde nog een stans met allerlei bonnetjes. En die zijn van Tim Holtz. Die stans is van Tim Holtz en ik meen de stempels ook. En die zijn dan ticketjes, stansjes. Kijk, echte tickets kun je maken. En dus hier kun je van je vakantie je bonnetjes in bewaren. Of je treinkaartje of je buskaartje. Nou, het is mijn albumpje. Ik hoop dat je het leuk vond om mee te kijken. Ja, zoals ik al zei, er is helaas geen werkbeschrijving van. Maar goed, wellicht kun je je eigen fantasie gebruiken en iets dergelijks namaken als je het leuk vindt. In ieder geval, bedankt voor het kijken. En als je het filmpje leuk vond, graag je duim omhoog. En tot een volgende keer. Doei!